Welcome to Warrior Code. Create an account now at warriorcode.com. Welkom trouwe kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Ja, je weet het, ja, ik blijf het zeggen. Ik zit hier weer met Marinho. Goeie mattie van me, hoe is Marinho? Goed man. Je hebt er weer zin in? Ik heb er echt weer zin in. En we hebben gemerkt dat de mensen thuis ook heel veel zin hebben. Ja man. Om naar ons te luisteren. Want ze overladen ons met comments. Hey, mijn telefoon echt dus. Zodra je sommigen, maar dat komt door jou. Want jij geeft soms laat aan mij door. Hij staat online. En sommige mensen weten eerder dan mij. Ja, staat u online? Er komen allerlei vragen en zo. Je hebt niet gezegd. Ik heb melding, dit en dat. Ik schrijf, ik heb ook melding, maar ik heb niet gehad. Ja, hoe kan dat? Jij doet het toch? Hey. Dus, maar het is alleen maar leuk. Alleen maar leuk. Hoe was jouw week? Hé, hey, mijn week zo. Ja. Ik ben met een paar goede vrienden. Uh-huh. Eentje is een voetballer. Jurgen Voerman, die voetballer zal ik niet noemen. Ik weet niet of het kan. Ik weet niet wat hij heeft gedaan. Of hij heeft gespijbeld. Ja, hij heeft dit thuis even gezegd. Ja, maar, nee, niet thuis. De club. De club. Oh. Oké. Maar Jurgen Voerman, uh-huh. Fano. Fano's achternaam kan ik niet noemen. Want dat is de broertje van die profvoetballer. Oh. Irvin, uh-huh. Ricky, Melcher, Jurgen Voerman. Met zevenen waren we. Hadden we een villatje gehuurd. Uh-huh. En we zouden eigenlijk, weet je, uitgaan, overal naartoe gaan. We zijn gewoon thuis gebleven. Gewoon oude mannen. Gewoon pokeren. Pokeren, een ander spel, zwemmen, jacuzzi en maar, zo. Maar wat was dat andere spel? Nee, joh, ik weet niet hoe het heet. Dat klinkt heel mysterieus. Nee, ook een kaartspel. Ook een kaartspel. Oh, oké. Ik zal geen naam noemen, één van ons. Die moest om de twee uur bellen naar zijn vrouw. Om te vertellen. Hij weet wie het is. Om te vertellen dat ze oké zijn. Ja, beeld bellen, alles. Nee, serieus? Ja, oké. Okay, ja, dus dat. Nee, maar dat was heel vet. Dat was echt waar, maar het al jaren. Want we doen het altijd. Een tijdje gingen we ook naar Preston Palace. Dus om de zoveel tijd komen we bij elkaar en dan doen we gewoon dit soort leuke dingen. Ah, is leuk. Dat was leuk. En het was van vrijdag tot en met vandaag. Maar we hadden natuurlijk zaterdag Rode Diamonds. 100%. En ik moest. Je moest erbij zijn. Ik moest erbij zijn. Want je weet dat Rode Diamonds, voor de mensen die het niet weten. Rode Diamonds is een event dat wij organiseren al heel lang. Dit is editie 17. Bij de Bojanski Academy. Dat is echt een event waar je gewoon bij moet zijn. Onze jongens tegen jongens van andere sportscholen tegen elkaar. En dat binnen onze Bojanski Academy. En het knalt altijd. Altijd. We hebben altijd een soort laatste pot. Altijd. Die knalt. Altijd. Goh, is nog nooit een laatste pot geweest die niet knalt. Hey, ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar ja, we flikkeren het elke keer weer. En er komt wel heel veel jeugd. Maar tegelijkertijd, of er nou maar één volwassen partij opstaat. Ja, want er waren veel afzeggingen. Er waren heel veel afzeggingen, maar uiteindelijk hadden we iets van 28 partijen. Ja. En het was toch helemaal gevuld. Mm. En iedereen was enthousiast. Superleuk event. Dus daarom is Marino's stem ook een beetje. Ja, ja. Een beetje weg. Daar in combinatie. En het geschreeuwd met naar het huisje. Ja, dat mysterieus huisje. Ja, het was een gezellig huisje gewoon. Ja, maar die combinatie, dat was echt door mijn stem. Dus ik moest erbij zijn. Dus ik was daar volgens mij rond, hoe laat vertrokken, rond 1, 2 uur. Mm-hmm. Twee uurtjes rijden, hier snel naartoe. Dus hier waren we klaar, dus evenement meegemaakt. Toen we klaar waren, ben ik snel weggegaan. Dus ik hoefde niet helpen op te ruimen, dat scheelde. Het zijn altijd dezelfde, hè? Ja. Het zijn altijd dezelfde, maar... Kijk even naar dit filmpje. We'll be right back.
En wat vonden jullie van? Knallen, hè? Ja, ja. Die jongens van ons en ook die jongen, daar moeten we even props geven. Die van... Freddy heet Freddy, het. Freddy van Day Gym. Freddy, ja, van Day Gym. Ja. Topgozer. Ja. Ik zeg altijd, je hebt twee goede jongens nodig om zo'n event te maken. Weet je, ja, zo'n wedstrijd te maken. En ze hebben echt hun best gedaan. Dat was niet normaal. Dat was niet normaal. Ja. Dus Freddy, en ook, twee duim omhoog. Ook heel netjes van die toeschouwers van Day Gym. Ja. Ja. Want ze was heel enthousiast natuurlijk. Uh-huh. Dus, maar toen moest je even voor die beladen wedstrijd. Hey, moest je luister, even zeggen, ik moest even zeggen. Okay, yeah. Omdat ze hadden een paar wedstrijden voor. Yeah. Waren ze iets te enthousiast. Yeah. Toen stonden ze bijna met z'n allen in de ring. In de ring, ja, ja. En dat, ja, kan niet. Dus ja, moest en het klapstuk moest nog komen. Ja, ja. Dus voor die wedstrijd dacht ik van, laat me even mijn mond open trekken van jongens. Niet in mijn huis. Ja, niet in mijn huis. En ik, ja, moet je eerlijk zeggen, ze, ja, waren heel sportief. Ja, ja, en ze hebben, ja, gewoon aan de regels gehouden. Dus, ja, wat dat betreft... Het was echt leuk. We hebben het ook echt gezellig gemaakt. Ja, 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 ja. Dus wat dat betreft was het echt weer een top event. En we kijken weer naar de volgende. We kijken uit naar de volgende. Ja, 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 ja. Ja, maar de comments. Oh ja, ja, comments. Ze hebben ons weer helemaal overladen met comments. Ja, dus pak je telefoon erbij. Ja, ja. En dan gaan we hem lezen. Maar we hebben een aantal zijn, nu. Ja, het zijn echt veel. Nee, het zijn echt te veel. We kunnen maar echt allemaal... mooi, maar wel mooi. Heel, ja, veel mooie. We hebben heel veel leuke complimentjes. We gaan door voor de mensen die... En we hopen dat het gaat groeien. Ja. Hè, sommige mensen noemen ons al de Johan Derksen. De inside van het kickboksen. Juist, 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 juist. We zijn gewoon kritisch. We lullen niet, maar we zijn gewoon kritisch. Ja, ja. We zeggen gewoon wat wij ervan denken. Ja. En dat is denk ik onze kracht. Ja, die eerste was meteen al heel mooi. Vond ik heel leuk. Ilias Alal. Dus hij schreef, Remy, heel veel respect voor het feit dat je goed reflecteert op hetgeen wat er zich in de geschiedenis heeft afgespeeld. Daar bedoelt hij, komt hij terug op dat je hebt gekozen voor toen je de keuze had om te kiezen voor Nederland of Suriname. Ja, dat je, ja, toen voor Nederland koos en dat je nu denkt van, hey, dat je spijt van hebt om het maar zo te zeggen. Ja, dus hij zegt heel mooi dat je dat, weet je, dat gewoon, sommige mensen zullen het niet zeggen, maar heel mooi dat je goed zelfreflectie hebt. Het maakt niet zoveel uit dat je voor Nederland bent uitgekomen. Je zuivere intenties heb je mooi uitgesproken en dat geldt. Geld, broeder. Ja. One love. Je roots zal ongetwijfeld ook voor Afrika zijn. One nation, one love. 100% voor Afrika. Ja, sowieso. Eigenlijk zijn we allemaal van Afrika. Ja, de hele, ja, daar is de hele mensheid is vanuit, ja, Afrika. Ja, ja. We zijn allemaal Afrikanen, we zijn allemaal broeders. Net als wat, wie zei het? Wie zei het? Weet hij? Ilias Alal. Ja. One love. One love, sowieso. Allemaal sowieso. Hetzelfde. En dan heb je naar het volgende. Ja, daar zijn de welbespraakte geëlecteerde heren weer om hun visa te delen. Oké, dat is een leuke. Marley S. S. Je hebt gelijk, Marley S. Wat zeg maar? Beste NL Warrior podcast online. Pow! Pow, die is goed. You hit it, man, you hit it. Hij zei nog wat. Wat vind je van het verschil tussen de verschillende disciplines, Muay Thai versus kickboksen? Wat ik ervan vind? Ja. Ik vind het mooi, want ik ben ook gestart met Muay Thai. Hmm. Ik heb ook een aantal wedstrijden met ellebogen gevochten en het vele clinchen. Ja, het verschil, voor de mensen die het weten, het kickboksen wat we gewoon in Nederland doen en in heel veel plekken over de hele wereld, wat ze ook vooral in het westen doen, is het kickboksen, het stoten, het trappen, het knieën. In tegenstelling tot Muay Thai, je mag de ellebogen niet gebruiken bij kickboksen. Ja. De elleboogtechnieken mag je niet gebruiken. Nee. Je mag bij het Muay Thai dan weer oneindig knieën, zolang er maar actie is. Je mag daar veel meer de clinch gebruiken, je mag sweepen, je mag werpen. En dat mag bij kickboksen niet. Dus dat zijn de grote verschillen. En bij Muay Thai heb je nog steeds wel traditioneel de 5x3. En bij kickboksen heb je nu veelal de 3x3. 3x3, ja. Ja. Alleen wat ik vind bij de jeugd, vind ik het altijd lastiger, het Muay Thai. Want het is veel vooral... Ze moeten het echt, ik heb het zo vaak al tegen meerdere bonden gezegd. Ja. Ze moeten het kickboksen
Of althans bij de jeugd, moeten ze geen Muay Thai doen. Nee, moeten ze geen Muay Thai doen, moeten ze niet dat clinchen erin gaan voeren. Nee. Kijk, zijn het jongens van 20 wedstrijden plus, 25 wedstrijden plus en ze zitten nog steeds in de jeugd, ja. Dan kan ik het wel echt wel waarderen. Ja. Maar vaak is het alleen maar vasthouden, vallen. En dan zie je judo, judo worpen en dan zie je helemaal niks van het kickboksen. Nee, nee. Wat ze al die jaren geleerd hebben. Dat zie je helemaal niet terug. Er wordt niet netjes geclinched. Ja, weet je, het is net als wat ze vroeger hadden. Vroeger, x-aantal jaren terug. Hadden ze bijvoorbeeld dat je 6-7-jarige de ringen mocht zetten. Ja, ja. Alleen maar dit zag je. Boom, ja, boom. Met die grote handschoenen. Boom, 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 boom. Zag er ook niet uit. Nu hebben ze het verhoogd naar 10. En vanaf 10 kan je al een klein beetje leuke kickboxers zien. Ja. Wat dat betreft ben ik blij dat ze... Dat zijn de verschillen. Even kijken, Broeder Moha, jullie samen zijn de voetbal inside van de kickboxwereld. Yeah. Kickbox inside. Even kijken. Deze, ja, natuurlijk ook. MM heet hij. MM. Uh-huh. Hij of zij, ik weet niet. Hoi Remy, zag je laatst bij Vechtersbazen. Mooi hoe je over je moeder sprak. En heel grappig hoe je keek toen Dennis jou met Rico probeerde te vergelijken. Ja, dus. Als ik over moeder praat, word ik altijd een beetje emotioneel. Dus daar laten we het nu even niet over praten. Ja. Maar het is wel fijn, om haar te eren. Mm. Maar dat Dennis mij met Rico vergelijkt. Ja, ik ben een totaal andere vechter als Rico. Ik heb een andere stijl. Mm. Begrijp wel wat hij bedoelt. Ja, want hij bedoelde niet echt vergelijken qua voetbal. Nee, begrijp ik. Maar meer dat je bepaalde raakvlakken hebt van goede ambassadeur voor de sport. En, Los Rufinos heeft me doodgelachen om jullie. Okay, dat is altijd goed. Altijd goed. Top aflevering weer. Top duo, Noval Corsalona. Top duo, vooral niet veranderen, wordt groot. Ja, ja. Remy Sagogansaki. Wie is dat? Geen naam meer. Hey, Remy Sagogansaki niet de goede zijn voor de achtmans toernooi. Ik denk het wel. Goga zit wel al aan zijn, in zijn nadagen. Ja. Het kan zijn dat hij misschien, als je kijkt naar de blessures en dat soort zaken, weet ik niet of hij een 3-partij moet gaan vechten op één avond. Oh, dan heb ik hier nog eentje. Deze is wel heel goed. Ik luister. Ryan Marengo. Heel goed. Hij zegt, luister, ik zal het heel goed voorlezen. Zag net een paar wedstrijden van Marinho. Mr. Lowkick noemt hij me. Ja, het zijn een paar oude beelden van mij. Hij had nog 1001 mooiere comments, hoor. Maar hij zag zijn naam. Ja, deze was hij. Ja, dus Ryan Marengo, heel goed van jou. Top, 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 top. Je bent het niet zelf toch, Ryan Marengo? Ja, maar die Marengo. Weet je dat sommige gasten me soms ook Marengo noemden, weet je, als ze mijn naam niet precies weten. Ja. Weet je? Dus, nee, maar ik ben het niet zelf. Nee, nee. Ibrahim Zahir, waarschijnlijk had hij dat over die... Hij zei, Remy Marokko, love you. Want dat, ik denk dat hij bedoelt van, je hebt toch die strijd Badr en jij. En... dat die Marokkanen ook van jou houden. Ik denk dat hij dat een beetje probeert te vertellen. En namen over die achtmans toernooi. Wie was dat? Siddiqui, Rico Vuilver, Go Kansaki. Alice de Overeen, Badahari, Levi Rissers, Jamal Ben Sadiq, Antonio Plasibak, Tariq Osaro. Slide 0-0. Ja, dat zou kunnen, die acht namen. Ja. Dus... even kijken. Mokro herinner ik me nog, want Mokro had volgens mij ook een comment met Frijaraya. Ja. Maar wel een goeie, en dat moet iedereen doen. Mokro zegt, broer, ik comment niet alleen, ik like, abonneer en zet de melding aan. Klaar. Juist. Zet dat ding aan, jongen. Zet de melding aan. En abonneer, want we hebben jullie nodig. Als we dit veel meer gaan doen, als we dit willen blijven doen, moeten jullie even abonneren. Abonneren dat hij iets omhoog gaat, weet je, zodat we door kunnen gaan hiermee. Ja. Want als we niet straks nog meer mensen, dan gaan stoppen we er gewoon mee. Ja, dan is het... Is klaar? Klaar. Denk het niet. Nee. Nee, we gaan gewoon door. Al kijkt niemand. We gaan gewoon door.
Nee. Oké, hey deze. Hey Reem, ik denk dat zeker veel mensen dit denken. Zomaar, ik weet het hoor, maar ik denk, kijk. Hey Reem, wie is dit? Team Khabib. Hey Remy, je dacht zeker onder de Nederlandse vlag dat je meer doeken ging ontvangen. Wees gewoon eerlijk. Waarom zou je meer geld willen? Waarom zou je meer geld willen onder de Nederlandse vlag? Kijk, soms hè, kijk. Weet je, mensen weten natuurlijk, we zijn goed. Maar dat is al lang geleden. Maar vaak komen mensen ook naar mij toe. Ja, ik weet zeker. Voor die doekoe. Ja, voor die doekoe. Of, kijk, jij won altijd. Ja. Jij verloor bijna nooit. Nee. Jij ging ook nooit KO en dat soort dingen. Dus vroeger zei ze altijd, ja, Remy, hij doet zeker die wassie en hij heeft die boei. Oh, shit. En voor de mensen thuis, een wassie is wat we in Suriname doen. Een stukje bijgeloof. Gaan ze naar de bossen. Ja. Nemen ze even een wassie daar bij Voodoo Man. Komen ze terug. Kunnen ze zogenaamd de bank binnenlopen, dat geld pakken, in het huis doen en weglopen zonder dat iemand het ziet. Ja. Het werkt niet. Het werkt niet. Niet doen. Nee. Niet doen. Nee, maar een tijdje had je wat Nee, maar dan heb je ook een boei om je een boei. Ja. Het is iets ook wat door een voedelman bewerkt is, gewassen is en weet ik wat allemaal gedaan is. Zogenaamd ben je bepaalde dan, spreuken. Dan ben je invincible. En kogels kunnen niet op je afkomen. Dat weerkaart. En dat gebruik je in de ring ook. In de ring. Dan heb je een soort tigri anu, noem je tijgerhand. Als je één keer iemand stompt, ligt hij 3 meter verder. Yeah. Weet je, dat soort dingen. Ja, en ze zeiden dat Remy dat allemaal deed. Nee, jongens. Hard work. Hard work pays off. Yeah. Dus, er zijn zoveel comments, wat hartstikke mooi is. Zoals we al zeggen, we pakken er een aantal uit. En dan, blijf die comments geven. En misschien ben jij de volgende keer aan de beurt. Sowieso. Laat het doorgaan. Okay. Afgelopen weekend. Ja. Jake Paul. Die vocht tegen Tommy Fury. Tommy Fury. Wat vond je van die pot? Ik heb gekeken met een schuin oog, want tijdens het pokeren hadden we hem opgezet. Ook, we hadden zo'n kastje meegenomen in het huisje. Ja. Dus hadden we die ook... Een illegaal kastje. Nee, hij is heel lang. Nee. Ik kan het overal kopen. Maar niet in de winkel. Nee, moest via een neef, zijn broer, zijn tante, in een klein steegje. Ja. Je moest het geld achterlaten, weglopen, terugkomen en niet eens gaan zonder bon. Oké. Okay. Ja, dus die keek ik, maar... Nee, maar die Tom Fury was gewoon veel beter. Mm-hmm. Die was gewoon veel beter. Maar het grappige ervan is, die Jurgen, voorman, zijn mattie van me, die was daar. Hij had ergens iets gelezen van het script dat iemand zou een snee krijgen en dan zou die en die verliezen en dit en dat. Maar die snee kwam niet. Nee, maar je had wel een moment, dan kreeg je ineens een kopstoot of zo, een kopstoot. Uh-huh. Dat er was geen snee, weet je, maar... Op dat moment leek het net van, daar gaat de snee komen. En, dus het leek wel bijna, weet je, wat hij zei. Dat gebeurt wel een beetje in die wedstrijd. Oké. Dus dat vond ik wel grappig. Maar kijk, wat ik van die Jake Paul vind. Kijk, we kunnen allemaal zeggen van, hij is een influencer, hij is dit, hij is dat. Kijk, ik zou zelf zeggen van, ik vind dat influencers, boxing en dat soort dingen, is niet mijn ding. Melvin Manhoef doet het en hij doet het leuk. Concept hoop ik dat het heel groot wordt of nog groter wordt dan het is. Ja. Alleen ik vind het niet leuk om naar te kijken. En waarom niet? Ik vind de jongens die er hard voor werken en echt hun werk ervan maken, die moeten in mijn ogen meer aandacht krijgen wat dat betreft. Ja. Ik vind wel dat als ik naar Jake Paul kijk, Jake Paul is een influencer die is doorgegaan. Wat ik niet cool vind is die 3-4 maanden trainen. Voor meer likes, een beetje dat stoere gedoe, trash talk. Ja. En nadat je gevochten hebt, is klaar. Klaar. Dan ben je niet echt voor mij. Dan ben je gewoon nep. Ja. Wat ik wel cool vind, is die Jake Paul, die maakt er een soort business van. Betaalt die oud-gediende, en nu bij Tommy Fury, niet een oud-gediende, maar hij betaalt er dik voor. Ja. Als ze daar gaan vechten. Ja. Dus die gast hangt nog een extra paycheck. Ja. En die Jake Paul, die is echt aan het boksen. Ja. Maar die is echt aan het boksen. Hij heeft echte bokstrainers naar zich toe gehaald. Een echt team om mee te sparren. Enzovoort. Dus hij bokst ook echt. Hij moet echt grinden. Weet je? En dat vind ik mooi. Ja, maar dat is het met Jake Paul. Ik denk, hij doet gewoon slim. Ja. Want hij is eigenlijk gewoon een influencer. Ja.
Maar hij omarmt de vechtsport. Juist, want hij is een liefhebber. Ja. En hij wil zelf graag kickboksen. Ja. Het is gewoon, het is een beetje... boksen, ja, boksen. Ja. Weet je, het is... hij werkt er ook echt voor. Ja. Dus hij leeft er ook echt na. Ja, dus en hij... niet alleen maar die 3-4 maanden nee. Wat die, die nep-influencers doen, weet je. Ja. En even trash talk, even tof doen. En, dan, en daarna zakt het weer en dan gaan ze weer naar de volgende hype. Ja, hype, ja. En hij is echt een, hij is gewoon een echte bokser die ook een influencer is. Ja. Of omgekeerd. Ja. Maar ik denk, hij heeft echt liefde voor de sport. En hij kan het ook gewoon echt. Hij kan het, maar ik... maar nu heeft hij voor het eerst eigenlijk, ik weet niet zeker voor het eerst. Ja, voor het eerst heeft hij nu een echte bokser getroffen. Volgens mij heeft hij eerder ook tegen, of was dat, nee, was een basketballer. Nee. Volgens mij is dit de eerste, keer tegen een echte bokser. En nu heeft hij een jongere persoon. Ja, maar die oudere, die... Hiervoor waren het allemaal oudere gasten. Ja. Ja. Klaar bij UFC, pak ze nog een extra paycheck bij hem, weet je, enzovoort. Ja. En nu, nu zie je dat, er gewoon, dat hij het gewoon lastig heeft gehad. Ja, zwaar. Hij heeft het heel lastig gehad. Ja, ja. Maar voor de rest vind ik, want er waren ook nog een aantal echte celebrities daar. Deontay Wilder was er, weet je, en volgens mij doet Snoop Dogg altijd de comments, volgens mij ook niet. Ik weet niet, dat heb ik... Volgens mij heb ik het vast, het vorige keer deed hij de comments... commentaar geven, Snoop Dogg. Maar Deontay Wilder was er. Maar Drake heeft ook gewoon 400.000 verloren. Ja? Ja, maar Drake... Ja, maar hij spant zich niet. Spant zich niet. Maar aan de andere kant... Ja. Is wel weer echt... echte weddenschap op een echte... maakt het boksen ook weer echt die wedstrijd. Ja. En die broer van die Fury, die zei... Ja, als hij verliest, dan hoeft hij niet terug te komen. Ja, klopt. Ja. Hi, afgelopen weekend heeft Enahi nog gevochten. Sterke jongen, komt ook van Said. Komt ook van Said. Oh. One FC heeft hij daar... Maar die was vrijdag, hè? Die was vrijdag. Okay. Vrijdag heb ik niks gezien. Toen was je druk. Was in het huisje. druk, ja. Nee, misschien denken ze dat je zegt toen drugs of zo. Nee, druk. Druk, ja. De K. Druk, nee, wij zijn niet van drugs. Nee. We spuiten niet, slikken niet, drinken niet. Oh, ik drink wel. Een klein beetje. Nee, ik drink eigenlijk al... Zeg, 4 jaar drink ik niet. Ja. Alleen echt sporadisch als... niet op een feestje ben, maar het moet echt een feest zijn. Dan kan ik wel gewoon drinken. Ja, afgelopen weekend, moet ik eerlijk zeggen, heb ik wel gedronken. Maar het was ook een speciaal weekend. Het was echt weer lachen. En wat drink je dan? Eigenlijk drink ik helemaal niet meer. Uh-huh. Maar één van ze, die heeft me geleerd... Ursus Red Bull. Het is een soort rode vodka met Red Bull. Weet je, maar die Red Bull is heel zoet. Yeah. Dus die vodka proef je bijna niet. Yeah. Weet je, dus maar dat gaat wel je lichaam in. Ja, sowieso gaat het je lichaam in. Ja, dat bedoel ik. Je moet gewoon niet drinken. Het is gif. Nee, in principe... Het is gif. Mensen, niet... drinken. Sowieso. Ook niet een beetje. Ja. Ook niet de smoesjes in het weekend. Of 1 keer in de 4 jaar. Gewoon niet drinken. Het is gif. Gif. Ja, sowieso. Drink wel. Ja, nee, maar dus... Maar ik was om terug... Wat is dat ik zei? Oh ja, nee. Ik was, daarom had ik het niet gezien. Hmm. Maar dat kastje meegenomen. Ja. En dat kastje... wat was het nou? Die afstandsbediening had je ervan. Was je ervan vergeten? Dat illegaal kastje, toch? Ja. Die niet bij de... je kan het niet in de winkel kopen. Je kan het niet in de winkel kopen. Ja. Ja, dus die was vergeten. Dus toen ik naar Rod Diamonds kwam. Hero dus, die gala. Toen het afgelopen was, ben ik eerst die afstandsbediening gaan halen. Dan toen pas ben ik 2 uur teruggereden. Mm. En dus kon ik wel die Jake Paul kon ik wel kijken. Ja, ja, ja. Maar vrijdag had ik niet gezien. Okay. Maar hij heeft gewonnen. Hij heeft gewonnen. Dat, Jake Paul... Nee, van ONE FC. Ik wou net zeggen. Daardoor konden we Jake Paul konden we wel zien. Ja, ja, ja. Nee, vrijdag had gewonnen. Ja, Kau. Kau won niet. Dus ontzettend goede vechter, topvechter ook. En we hopen hem gewoon vaker in de ring te zien. Want we zien hem veel te weinig in de ring, vind ik. Ja, maar vechters vechten sowieso. Topvechters moeten gewoon vaker in. Ja. Moeten gewoon vaker de dingen. We gaan door naar het klapstuk. Er is maar één klapstuk. Komend weekend. Jones is back. Ja. Vecht tegen Cyril Gaan. Ja. Volgens mij staat de aarde draait. Oh, hij draait zo toch? En hij draait ook nog een keer om zijn eigen as. Ja. Dan staat hij even stil.
Ja, dan gaat hij daar. Voor, ik denk voor ik veel dat... vechtsportliefhebbers ja. willen hem weer zien in de ring. Ja. Ik denk dat het, dit ook een... denk dat het een record aantal kijkers gaat leveren? Dat weet ik niet. Nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat heel veel mensen nog meer Conor McGregor kennen dan Jones. Ja, dan Jones. Hè? Ja, ja, denk ik wel. Ja. Ik denk dat als Conor weer gaat vechten, dan dat hij weer meer gasten gaat trekken. Ik denk het. Terwijl dat het heel gek klinkt in de vechtsport. Ja, want ik zie het. Ja, want, of ben ik nu... Nee, klopt. Want kijk, hun zijn die zwaargewichten. Ja, weet je, de zwaargewichten verwacht je eigenlijk dat er meer wordt gekeken. Ja, ja. Maar Conor McGregor maakt die show echt, hè. Daarom kennen en misschien ook Conor McGregor, ja. Nou, hij maakt die show buiten de ring. Ja. Dat doet hij meer dan Jones. Ja. Hij, Jones doet het ook wel een beetje, maar op een of andere manier doet Conor McGregor toch... Ja. Net even iets beter. Hij heeft toch iets betere marketingbureau achter zich, volgens mij. Ja, ja, maar hij is zelf ook die entertainer. Ja. Dat moet je ook echt zijn. Ja. Oh, tenminste, je kan het spelen, maar als je het speelt, dan ben je aan het acteren. Dan val je gauw door de mand. Val je door de mand. Ja. Hij is het gewoon op zijn manier. Maar wat denk je? Dat is een hele goeie. Ja. Jones heeft heel lang niet gevochten. Ja. Heel lang niet gevochten. Ja. Cyril Gane heeft de laatste wedstrijd in Frankrijk gevochten. Tegen Tuivasa volgens mij. Toen won hij. Ja. K.O. Dus ik denk... Ik denk toch Jones. Ja. Omdat ik vind Cyril Gane... Ja. Vind ik een ontzettend... Hij heeft toch gekickboxd. Staande is hij echt heel goed. Ja. Alleen, ja, Jones is toch... Exceptionele vechter. Hoe was het afgelopen Gane tegen Cyril Gane? Hoe was die? Ja, Gane had gewonnen op de grond, vasthouden, op het staande. Gane had gewonnen? Nee, Gane had gewonnen. Ja. Maar het was gewoon op punten, toch? Uiteindelijk op punten. Ja, oké. Ja, ik weet niet. Ik denk, Jones. Kijk, en Jones gaat toch gewichtsklas hoger? Ja, ja. Hij komt vanuit die 95 plus. Of min 95. En nu, light heavyweight, hoe ze dat ook noemen. Ja. En nu is hij naar zwaargewicht gegaan. Daar heeft hij een tijdje voor gedaan om op dat gewicht te komen. En nu is hij op dat gewicht. Ja, en nu moet hij gaan laten zien. En hij pakt eigenlijk meteen de contender. Want Nagano is eigenlijk eruit gestapt nu. Ja. Die zegt van, toedeloe, ik ga voor de cash. Ja, ja. Hij heeft een enorm bedrag ook gevraagd nu, hè? Ja, want hij schijnt tegen Deontay Wilder te gaan vechten. Want volgens mij... Ja, toch wel. Ja, die heeft het geaccepteerd, maar dat is op Twitter en dat is op social media wordt het gezegd. Maar er is nog niet een contract getekend volgens mij. Ja, ja. Ja, ja, nee, maar ik denk wel... Ik denk wel. Ja? Ik heb het de laatste jaar, nou, misschien anderhalf jaar niet gedaan. Ja. Maar ik denk wel dat ik voor deze wakker blijf. Ja, 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 sowieso. Dit is weer eindelijk zo'n top. Maar het gaat wel snel. Ik had niet eens verwacht dat het eigenlijk dit weekend al is. Nee, ik dacht eigenlijk dat het volgend weekend was. Ja. Maar het gaat toch aan de gang. Want ik zit ook in mijn hoofd heel veel met... maar dat is pas in april. Maar het is dan ook wel heel snel. Want voordat je denkt is het weer daar. Edward Burns? Nee, dat is 8 april. Ja, tegen Guzman? Nee. Guzman? Wie? Wat doe ik weer, jongen? Wie? Niet. Adesanya. Adesanya tegen Pereira. Ja. Ja, die is 8 april, toch? Ja. Ja. Ja, dus dat is... Oh ja, daarvoor ik weet, komt ik weet, niet, ik weet niet wat 8 april is, maar... Ja, 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 8 april. Want dan moet ik weer zo... Oh ja. Zo'n pwap in beeld zetten. Nee, die is 8 april. Is 8 april. Ja, ja. Ik ben altijd overtuigd, hè? Nee, het is 8 april. Ja, ja, ja. Maar ja, anders kan je weer spelen met je Pierre. Ja, 100. Dus, oh ja, maar dan heb je ook, die heb je ook nog, hè? Die eraan komt. Er komen een paar goede matches komen eraan, hoor. In een vechtsportwereld. Maar ik denk Jones. Ik denk ook Jones. Ik denk ook Jones. Wat denken jullie? Laat het achter in de comments wie jullie denken dat hij gaat winnen. Want het wordt fucking spannend. Ja, sorry voor mijn taalgebruik. Ja. Ik zag, hoe heet die? Maar ik ben vergeten hoe hij heet. Ik vergeet al die namen altijd, man. Was ook een zwager. Die had het ook over Jones, hoe hij vecht. Hij zei, Jones is eigenlijk een vieze vechter, man. Wie zei dat? Hij zegt, want als Jones, hij slaat je op je achterhoofd. Ja.
Hij heeft vingers komen in je oog. Hij heeft zo'n vieze trap. Ik heb nog steeds... Ja. Hij was... Hij heeft wel tegen Jones gevochten. Ja, tegen Jones gevochten. Hij, die Amerikaan, die... hij was Mr. T in die DA-team. Hoe heet hij ook alweer? In die film, die DA-team. Oh, je bedoelt Rampage Jackson. Juist, Rampage Jackson. Rampage Jackson. Rampage Jackson, ja, Jones. Dat is zo'n vieze vechter, weet je. Hij zei, we zijn wel matties, maar Jones... Je moet opletten, als een gevechter raakt hij altijd mensen op het elleboog, op het achterhoofd. Ja. Vingers in de oog. Hij zegt, trapjes in je benen. Hij krijgt die trap met die knieën zo. Spuugt in je gezicht. Ja. Hij zegt, dat is gewoon een nasty fighter. Ja, kijk, ik bedoel, zo'n Rampage op zo'n positie kan je het zeggen. Ja. Ik vind dat hij het kan zeggen. Ja. Weet je, heeft ook de moeilijke wegen bewandeld. Echt een knokker. In mijn ogen mag het niet zeggen. Weet je, dus echt wel. Ja, dat is wel grappig. Dus we gaan het zien. Ja, ik ben benieuwd. We kijken er allemaal naar uit. Dat is 4 maart. Ja, aankomend. 4 maart hebben we ook nog een eigen jonge vechter bij Infusion. Een, waarvan wij denken, een toptalent. Ja. Lucas Keizer. Ja. En die moeten we gaan coachen. We hopen dat we na 4 maart mogen zeggen dat we gewonnen hebben. Ja. Hij staat in ieder geval nu op 11-0. Hij staat op 11-0. En hij vecht tegen jongens. Toen hij 15 was, vocht hij ook al tegen jongens die 17 waren. Ja. Die meer wedstrijden gevochten hadden. Ja. En hij verslaat ze allemaal. Dus we zijn ook keihard aan het trainen. We hopen dat u op een gegeven moment gewoon kan zeggen van ik ben kampioen dit of kampioen dat. Ja, ik ben benieuwd hoe hij gaat zijn naast de eerste verliespartij. Ja. Ik zweer het echt. Kijk, het is niet dat wij hopen dat hij gaat verliezen, maar we geven hem elke keer zwaardere uitdagingen. Ja. En dit wordt zijn zwaarste uitdaging. Ja, maar dat was hij daarvoor ook. Ja, nee, klopt. Nee, maar elke keer gaan we... We gaan op een gegeven moment zien van... Oké, nu zijn we te ver gegaan. Want wat weet je, het is. Ja. Hij had op een gegeven moment 6 wedstrijden gevochten. Ja. Zijn tegenstander had er 12. Ja. Want vaak wordt er gekeken van... Weet je, hij is nog jeugd. Omdat hij ook 6-0 had, zeg maar. Ja, weet je. Dus we gaan telkens ver. En nu, toen vocht hij tegen een jongen die 20 partijen had gevochten. En hij had er misschien maar 9 of zo. Ja. Toen vocht hij bij Infusion. Eerst bij Rick. Noordwijker Hout. Toen vocht hij daar tegen een jongen die 17 was. Ja. Die had ook iets van 20 partijen gevochten. Nou, sloeg hij ook alle kanten op. Ja. Bij zijn vijfde of zesde partij, of vierde of vijfde, een van die partijen. Toen had hij ook had hij ook een titel gewonnen als mooiste vechter, toch? Of stijlvol. Stijlprijs had hij gewonnen voor mij. En nu, dit wordt weer... nu zijn we heel ver gegaan. Ja. Hij heeft nu 11-0. Hij heeft nu 11-0, Weet je, zijn tegenstander heeft 42 wedstrijden gewonnen. Ja, we zijn wel ver gegaan. 42 wedstrijden. Ja. Maar... Weet je, het is... We hebben vertrouwen in die jongen. Ja. En we denken van, fuck, ja, weet je, die verliespartij komt wel. En ik heb liever dat hij nu zijn verliespartij pakt in de jeugd. Ja. En als hij straks in de nieuwelingen zit en de C, dat hij daar gewoon wat minder verliespartijen pakt, weet je. In de jeugd, dan is het gewoon knokken. Dan moet hij gewoon zijn partij pakken. Ja. En anders heeft hij ook geen wedstrijden. Want tegen wie moet hij op een gegeven moment? Ja. Maar Lucas, kan ik dat verhaal vertellen? Wat? Kort. We hebben nog 8 minuten. Ja, maar ik weet of ik het kan vertellen. Maar het verhaal dat Lucas had nog geen wedstrijden gevochten. En toen was hij hier in de ring. En toen geen namen. Maar ik kan het wel vertellen. Ik kan het wel vertellen, Met alle respect naar die jongen toe. Ja. Want degene die het ziet, die weet over wie het gaat. Ja. Oké. Maar het was zo. Ja, zijn naam zal ik ook niet noemen. Degene die hem gewoon heeft gebracht. Gewoon geen naam. Helemaal geen naam. Oké. Het mooie daarvan is, daar hebben Remy en ik het vaak over. We trainen al een tijdje jeugd. We hebben samen ook met andere gasten getraind en zo. En die zijn andere sportscholen begonnen. En op een gegeven moment kwam degene naar Remy toe van... ik heb, altijd goed geweest, leuk geweest hier, goed getraind. Ik train nu zelf jongens daar, bla bla bla. Samen met nog een andere jongen, dus met z'n tweeën. Die hebben zo'n andere gym ergens... In Nederland. En ze kwamen en zeiden van... Remy, ik heb een topper, deze jongen. Die is zo goed. Ja. 6 wedstrijden, nog niks verloren... Kan ik een keer bij jullie komen trainen, weet je, in de wedstrijdgroep, weet je, ga ik hem brengen. Dan, weet je, hij heeft echt uitdaging nodig, bla bla. Dus Remy dacht van, jij dacht van, is die jongen komt met een topper? Kom maar, breng maar, weet je. Ja, laat maar komen. Dus laat maar komen. Dus
De jeugd die loopt hier natuurlijk rond. De jongen was hier naartoe gekomen. En die mocht toen gaan sparren. Nou, en Remy dacht van, ja, wie moet ik dan met die jongen in de ring zetten? Als hij zo goed is. Komt straks een jongen van een andere gym. Slaat al onze jongens in elkaar. Dat moet je niet hebben. Moet je niet hebben. En die jongen had zes wedstrijden en niks verloren. Ja. Dus Remy dacht van, hij dacht van, nou weet je wat. Dan gaan we Lucas Keizer. Mag Lucas Keizer met hem sparren? Ja. Ja. Alleen Lucas had toen nog geen wedstrijden gedaan. Hij had nul nog. Hij moest zijn debuut nog maken. Dus wat mooi daarvan is, ik keek met spanning uit van kijken wat die jongen met Lucas gaat doen. Dachten van, gaat Lucas alle kanten op slingen. Ja, weet je. Ook hadden we vertrouwen in Lucas hoor, maar we dachten van, laten we... Laat hij maar proeven, want hij gaat binnenkomen. Moet hij vechten, dan kan hij proeven hoe het is als je echt tegenover iemand staat. Want de mensen die hier, die kent hij natuurlijk en weet je. Dus het is heel anders als je een nieuwe jongen tegenover je krijgt. Nou, toen gingen ze sparen. Nou, wat Lucas met die jongen... Hij werd door de ring geslingerd. En op een gegeven moment hoorde ik Remy gewoon zeggen... Lucas, niet meer op dat been trappen. Dus hij moet Lucas gewoon echt een beetje afremmen. Echt afremmen, want anders zou hij die jongen helemaal kouwen. Ja. Helemaal opeten. Ja, en, ja. Ja, je wil en die ook, jongen je was wil ook niet, nieuw natuurlijk. Ja, je wil ook niet dat die jongen dan naar huis gaat zeggen... Ja, ik ga niet meer daar trainen, want ik word alle kanten opgeslagen. Ja. Weet je, dus... Toen moest ik Lucas een beetje afremmen, maar we hebben echt alle vertrouwen in Lucas. Ja. En dat verhaal is echt waar, weet je. Nog steeds noemen we geen namen. Ja. Maar het is gewoon leuk om te zien hoe hij eigenlijk de boel overklast. Ja, ja. Hij overklast echt de boel. Ja. En hij is down to earth, gaat helemaal voor de sport. En als iemand zo voor de sport gaat, dan gaan wij gewoon erachter staan. Ja man, en dan is het leuk, dat motiveert je. Want ik zag vandaag, of gisteren of zo, ik zag een filmpje dat je weer met hem aan het trainen was. Ja, we zijn weer voor komend weekend aan het trainen. Voor komend weekend, Dus dat motiveert ook om gewoon eerder uit je bed te staan, op te staan. Ja. Ruimte te maken in je agenda om zo'n jongen te trainen. Ja. Dus Lucas, houd dit vast en we gaan vol vertrouwen gaan we zaterdag aan de bak. Dus voor de volgende uitzending kan het zijn dat we niet over Lucas meer praten. We slaan hem even over. Want dan weet je dat we een pakje hebben gehad. In de comments gaan ze zeggen, hoe is het afgelopen met Lucas? Die lezen we gewoon. Die swipen verder. Dat is pak. Mensen, we spreken de volgende keer weer. Marinho. Remy. Ja. En laat de comments achter. Aanmelden. Meld je aan. Abonneer even. Zeg je Matties ook om te abonneren. Doe als mokro. Juist. En ProNikon. ProNikon is ook favoriet. Juist. Weet je, dus tot de volgende keer. Volgende keer. Marinho, thank you.